een mondkapje op in publieke binnenruimtes en bij contactberoepen en vaker een QR-code laten zien. Dat zijn de nieuwe coronamaatregelen die dit weekend zijn ingegaan. De sportschool is een van de plekken waar een QR-code nu verplicht is. Bij Push & Pull in de Oude Ebbingenstraat hebben ze daar dit weekend nog geen problemen mee gehad. En dat is eigenlijk heel goed gegaan bij ons. We zijn een iets kleinere club. Ongeveer 400 tot 500 leden. En iedereen die heeft er veel begrip voor bij ons. Dus we vragen hem bij de deur samen met een ID-kaartcheck. En dat verloopt eigenlijk hartstikke goed. Ja, ja, de cijfers die gaan natuurlijk omhoog. Dus als de overheid denkt van dat dit de juiste strategie is, ja, dan moeten we dat gewoon gaan doen. Bij de kapper is een mondkapje nu weer verplicht. Bij de Zwarte Raaf in de Volkingenstraat balen ze daar wel een beetje van. Ja, dat was wel eventjes een domper natuurlijk. Dat, ja, ze hebben het nu 4 maandjes of zo, 5, niet gedaan. Dus het was wel even weer wennen nu. Maar op zich, ja, het went wel snel natuurlijk. Vooral het persoonlijke gaat er een beetje af. Dus ja, je ziet niet wanneer een klant lacht of wanneer, ja, wanneer die niet lacht. Zeg maar. Dus de gesprekken zijn iets minder, ja, minder persoonlijk als het ware. Het knippen is ook een stuk moeilijker met een mondkapje. Het enige last is natuurlijk rond het oor met het touwtje dat je een beetje moet oppassen dat je niet per ongeluk doorknipt of met de tondeuse er tegenaan tikt en dat je hem kapot maakt. Met knippen kijken we ook wel vaak naar de vorm van iemands hoofd bijvoorbeeld. Dus ja, met een mondkapje dan zie je dat toch net iets minder goed. Dus ja, dat is een beetje gokken en ja, dat is wel een minpunt met het knippen, zeg maar. Ze hebben allebei weinig reacties gekregen van klanten. Klanten vinden het natuurlijk ook niet top, maar ja, die zitten meestal een half uurtje in de stoel, zeg maar. Dus voor, ja, voor, wij staan natuurlijk 8 uur per dag ermee, dat is iets lastiger, maar voor de klanten, ja, die kunnen er wel mee leven meestal. Het is niet anders. Ik vind dat we het hier goed geregeld hebben. Als je binnenkomt, laat je even je QR-code zien. Het is niet al te lastig om te hanteren, aangezien je 1 ingang hebt. Dus ik vind het een prima regel. Veiligheid gaat voor. Dus. Er zijn reacties van verschillende kanten. Mensen die bijvoorbeeld geen QR-code hebben, ja, die balen natuurlijk nu flink als een stekker. Die moeten een paar keer in de week willen ze graag trainen. Ja, dan moeten ze daarvoor natuurlijk wel gaan testen om hier te kunnen trainen. Maar over het algemeen is er heel veel begrip van de leden. Denk je dat het mensen ook weg zou kunnen houden van sportscholen? Lastig om te zeggen. Ja, het zou kunnen. Maar ze vinden waarschijnlijk altijd wel een plek om wel te gaan trainen. Of het thuis is, of ergens bij vrienden, of buiten. Ja, het zal overal wel kunnen.